Aangeschoven Alex Gelijn, wijkagent van het centrum. We gaan het hebben over het illegaal plaatsen van afval, want dat is wel een dingetje opeens, hè? Ja, nou ja, niet opeens. Dat speelt natuurlijk al een tijdje. Mensen die het gevolgd hebben, de wijkagenten ageren daar regelmatig over op Twitter en op Facebook. Er komen natuurlijk een heleboel reacties op van mensen van Irado doet het niet goed, de gemeente doet het niet goed. Ik ben eigenlijk een beetje hier om dat een beetje recht te trekken. Want uiteindelijk is het natuurlijk een probleem van ons allen. Niet alleen van Irado, niet alleen van de gemeente, niet alleen van de politie. Maar we zullen met z'n allen daaraan moeten werken. En dan begint het bij de huishoudens zelf. Hè? Eigenlijk heel simpel. Wat we doen is, we zetten onze vuilniszakken buiten op tijden dat dat niet is toegestaan. En niet alleen dat, maar ook ons grof vuil. We kopen een nieuw bankstel, houden geen rekening mee dat het bij de Irado toch even duurt. Voordat ze je oude bankstel kan ophalen. En wat doen we dan maar? Dan gooien we maar buiten. Ja. Dat is makkelijk. Ja. En dan wordt er een foto gemaakt, hè, door de buren. En dat zetten ze dan op de social media. Ja. En de reacties zijn niet mals. Nee, precies. Mensen reageren daar volop op. En dan zeggen ze, Irado zou er eens wat aan moeten doen. Als je ziet hoeveel inzet ervoor nodig is om de boel op te ruimen in sommige wijken. Omdat er gewoon dagelijks dingen buiten worden gezet. Dat is eigenlijk een beetje dweilen met de kraan. Ja. Dus eigenlijk wil ik een beroep doen op mensen. Hou er rekening mee met hoe je zaken moet aanbieden. Bied het ook aan op de tijden dat het mag. Ja. En doe het ook op de juiste manier. Als een vuilnisbak of zo'n grote container vol is, dan zet je je vuilniszak er niet naast. Want de meeuwen vinden het prachtig. Ja. En dan ligt opeens, de hele straat ligt dan bezaaid met van alles en nog wat. En dat gaat zwerven, dat vuil dat waait natuurlijk alle kanten uit. En je kunt je voorstellen, als je één vuilniszak buiten zet, is voor ons 10 seconden om dat ding daar neer te zetten. Ja. Maar het duurt voor zo'n medewerker een half uur aan een uur om die ene vuilniszak weer op te ruimen. Ja. En dat is eigenlijk bizar. Je hoort wel eens de handhaving die maakt dan zo'n zak open en die kijken of er een adres is om dat te bekeuren. Die krijgen daar natuurlijk ook een heleboel opmerkingen over. Ga je dan met je kop in zo'n vuilniszak zitten? Nou, ik ben blij dat ze het doen. Want moet je heel eerlijk zeggen, ik zie mezelf niet zo 1, 2, 3 in zo'n vuilniszak zitten. Want het is natuurlijk gewoon smerig. Maar soms is het gewoon nodig om te achterhalen welke hork, en zo noem ik het dan eventjes, die zooi buiten zet op een verkeerde moment. Waar iedereen gewoon last van heeft. En dat je dan een proces verbaal krijgt, dat vind ik niks anders als logisch. Ja, want wat voor boete staat daarop? Nou, moet ik je antwoord even schuldig op blijven, dat weet ik niet. Maar het zijn wel behoorlijke boetes, hoor. En ik denk alleen maar terecht. Ja. Ik heb toevallig Irado even gebeld. Hè, mensen zeggen dan vaak van, je moet zo lang wachten op Irado. Als ik me zo buiten zet voordat het wordt opgehaald. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Vaak weet je niet een dag van tevoren dat je een nieuw bankstel bestelt of een nieuwe kast. Hè, dat weet je wel wat vaker van tevoren. Dus bel gewoon even Irado op. En tuurlijk, het duurt soms een week. Soms duurt het 2 weken voordat je spullen komen halen. Maar goed, je kan een mooie afspraak maken en dan staat hij daar op tijd. En dan scheelt dat ook een heleboel in je bekeuring, zeg maar. Wat je ook zou kunnen doen, je kan natuurlijk ook je zooi gewoon zelf wegbrengen. Bij de Fokkerstraat natuurlijk een mooi station waar je spullen. Maandag tot en met zaterdag kun je spullen daar wegbrengen. Behalve woensdag. En zondag, hè? Ja. Dat lukt dan niet. En dan zeggen mensen, ik heb geen auto, ik heb geen aanhanger, noem maar op. Een auto blijft natuurlijk je eigen probleem. Ja. Zorg even voor een kennis die dat voor je kan regelen. Daarnaast worden er ook een hoop services verleend. Want Irado zegt, we hebben ook een aanhanger. Moet je wel een beetje borg betalen. Maar die borg krijg je gewoon weer terug. Ja. En je kan 2 uur een aanhanger lenen en je kunt je spullen gewoon wegbrengen. En het is het gemakzucht waarmee de mensen de spullen gewoon op straat gooien. Ik zie het als ik door het centrum heen loop na de vrijdagavond of na de zaterdagavond. Ja, er wordt gewoon van alles neergegooid. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze, in de weekenden komt Irado niet. Nou, toevallig sta ik hier net voor de deuren. Ik had het er met je over. Ja. Er rijdt een mooi Irado-wagentje rond. Dus ook in de weekenden wordt daar best wel het een en ander mee gedaan. En de wijkagenten die maken vaak foto's. Plaatsen dat dan ook op Facebook. En dat is niet om Irado te pesten. Dat is eigenlijk om Irado ook te helpen. Ja. Om aan te geven van jongens, luister. Doe nou even normaal. Ja, het is niet alleen de meeuwen. Ik bedoel, ook het feit dat er dan weer overal ratten rondlopen. Dat is natuurlijk ook weer zo'n dingetje. Ja. We hebben er ook een item aan gewijd. Ja. Ja. Dat is allemaal het gevolg van
Ja, ja, kijk, en dat is niet sinds vandaag, hè. Dat is al vanaf de 16e eeuw en misschien al daarvoor. Hè, dan wisten we dat als we de spullen niet op een juiste manier aanboden, dat de ratten uiteindelijk daarvan leven. Ja, die beesten moeten ook eten. Ja. En het zijn hele mooie beestjes overigens. Oké. Okay. Alleen je wil ze niet in je achtertuin hebben. Nee, ik heb er niet zoveel mee. Nee. En om dat nou maar te voorkomen, ja. Nou, ja. Dan zeg ik van joh, ruim je zooi gewoon op. Gooi het niet op straat, het is zo makkelijk. Er zijn overal staande vuilnisbakken. Ja. Gooi het gewoon nog even netjes weg. Netjes weg. Ja, het is natuurlijk niet alleen de bewoners. Hè. Ik denk ook dat WoonPlus zelf ook wel moeite wil doen om dit allemaal weer schoon te krijgen. Want het straalt natuurlijk ook op hun af. Ja, nou ja, kijk, WoonPlus heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Het is een van de grootste huurders, hoor. Het ligt niet alleen maar aan de huurders. Maar... Nee. Kijk, weet je, nogmaals, het is een probleem voor ons allen. Hè. Ja. Wij hebben heel vaak contacten met elkaar, met Irado, met de gemeente, met WoonPlus. Nou ja, verzin het maar. Soms ook met bewoners erbij. Bij het wijk- en buurtbeheeroverleg wordt er ook nog wel eens over gesproken. En dan proberen we met z'n allen te kijken van hoe kunnen we dat nu aanpakken. Want wordt er naar elkaar gewezen daar in dat soort vergaderingen? Zo van, ja. Ja, nou ja, er wordt altijd naar elkaar gewezen. Ja. Hè? Want iedereen vindt het het probleem van een ander. Ja. En zo ligt het vaak ook. Hè? En ik vind het een probleem van ons allen. Het is uw probleem. Het is ook mijn probleem. Ik noem maar even een voorbeeld. We hebben een hele mooie app. Hè. We hebben het wel eens eerder over gehad. De Buiten Beter app, zoals we dat mooi noemen. Dat is een initiatief die is ergens een keer genomen. Dan kan je een foto maken van hetgeen wat je aantreft. Het kan zijn als er iets kapot is op straat. Of je vindt vuil. Maak er een fotootje van. De locatie wordt automatisch in die app weergegeven. Stuur het naar die organisatie. Die stuurt het door naar de gemeente. En vaak is het dezelfde dag nog wel opgeruimd. Ja. Dat is eigenlijk wel heel vernuftig. Georganiseerd. Maar dat houdt in, als u het doet en ik doe het en de bewoner doet het en WoonPlus doet het, dan wordt het nog wat. Ja, met ook, ook weer een oproep om ook die Buiten Beter app. Buiten Beter app. Om die ook gewoon te downloaden. Ja, precies. Hij staat in de Play Store. Ja. Het kost allemaal niks. En nee. Het is een super handig dingetje. Ja. Hè, als er bijvoorbeeld, het is ook voor het straatbeheer. Als er ergens een tegel kapot is en nu met het droge weer, zeg maar. Dan zie je dat al die tegels omhoog komen. Soms levensgevaarlijk, hè, ook voor onze fietsen. Ja. En voor onze mensen in een rollator. Nou, maak er een fotootje van. Stuur het op. En binnen no time wordt het allemaal gerepareerd. Ja. Mooi. Dus dat wilde ik even benoemen. Ja. Dus geen probleem alleen maar voor Irado. Maar vooral een probleem voor ons allen. En laten we er ook met z'n allen aan werken. Ja. Het zou een leuk idee zijn om regelmatig even terug te komen. Een beetje thematisch wat dingen te bespreken. Hartstikke Want er gebeurt leuk. Natuurlijk van alles in de stad. Van alles, maar ook een hoop misstanden. Ja. En misschien kunnen we dat hier met elkaar een beetje rechtzetten. Ja. En ik ben altijd bereid om overal over te praten. Je bent altijd welkom. Hartstikke goed. Dankjewel. Hey.